Goedendag, je kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. Vanochtend vroeg bevonden ze boven het oosten nog een paar wolkenvelden, maar in de rest van het land kon de zon al flink schijnen. Maar boven Engeland zien we alweer meer wolken zitten en die komen ook onze kant op. Toch vanochtend een flinke zonnige periode, slechts een enkel wolkje is er aan de hemel. Het is droog en er waait een stevige zuidenwind, 4 tot 6 boven ook vanmiddag blijft die wind stevig waaien, en ook dan houden we een flinke zonnige perioden. Pas aan het einde van de middag neemt het in het westen en zuiden de bewolking toe, en tegenavond kan er dan de eerste regen vallen. Vanavond breidt het regengebied zich langzaam verder over het land uit, maar het oosten en noordoosten houden het eigenlijk nog heel lang droog, misschien wel tot middernacht. Morgen is het wisselvallig weer, waarbij het in de ochtend grotendeels droog is, met af en toe zon. In de middag en vooral in de avonduren gaat het opnieuw regenen, de eerste in het zuidwesten. Tot zo'n 14 à 15 graden. Dinsdag is het 11 graden, woensdag en donderdag 9 tot 11 graden. De temperatuur gaat dus flink naar beneden, maar woensdag en donderdag zijn wel de dagen met de minste buien. Misschien dat het in sommige regio's de hele dag droog blijft. Dinsdag en ook vrijdag is het wisselvallig. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.